We zitten hier met een nieuwe aanwinst van Royal Antwerp FC, genaamd Dimitri Dazelaere. Dimitri, ik zou zeggen, stel je even voor aan onze supporters. Goedendag ten eerste. Ik ben Dazelaere Dimitri. Ik ben afkomstig uit Ranst, dus dat is niet zo ver van hier. Ik ben geboren in Borgerhout, dus dat is ook niet zo ver van hier. En ik ben een rechtse flank, rechtsbak, rechtsmidden. Dat zijn zo mijn plaatsen. Mijn sterktepunten zijn zo dat ik er altijd voor zal gaan. Mijn truitje zal normaal gezien altijd kletsnat zijn. En wat ik nog wil bereiken hier in Antwerpen is... ik hoor de ambitie om de eindronde nog te halen. Dus dat zou heel schoon zijn via de derde periodentitel. En mits mogelijkheid eerste klasse. Maar ja, dan zijn we al een beetje vooruit aan het gaan op de zaken. Dus ik hoop dat we toch nog wel een matchje kunnen winnen, dat we het spannend kunnen houden. Mits mogelijk natuurlijk kunnen meespelen voor de schone prijzen. Maar veel matchen spelen, veel matchen winnen en een goed niveau halen. Dat is het belangrijkste. Ja, je komt van Lierse, van Racing Genk, Sint-Truiden. Uiteindelijk kom je bij Antwerpen terecht. Waarom kies jij voor Antwerpen? Goh, ik was bij Sint-Truiden de laatste twee maanden een beetje op een zijspoor geraakt. Met nog enkele spelers. Wat financiële perikelen, een overgang naar tweede klas heeft Sint-Truiden dan ook niet al te super verteerd. We dachten dat daar ook beter ging gaan. En dan zit je met die eerste klasse contract, waardoor ze een beetje schrik hadden voor niet over te gaan dit jaar. En dan moeten ze keuzes maken, ofwel gaan we alles op alles zetten, mits als het niet lukt een financieel probleempje. Of we gaan saneren en dat hebben ze gedaan. Ze hebben 6-7 spelers aan de kant gezet en die mochten uitkijken naar een andere club. En ik ben heel blij dat ik bij Antwerpen ben terechtgekomen. Ze hebben de laatste van 25 januari een beetje beginnen informeren aan mij. En ik stond direct open voor een verhuur, verkoop, whatever. Ik was dicht bij huis terug. En het is een mooie club, dus waarom niet? Ja, het is uiteindelijk een verhuur geworden, nietwaar? Je blijft hier tot het einde van het seizoen zeker? Normaal gezien tot... Ja, een zesmaandelijkse verhuur. Ja, nu zijn er nog maar 5 maanden, maar ik kan nog een 11-12 matchen meedoen. Ik ga het best wel mezelf geven. Zijn er spelers die je al kent bij Antwerpen? Niet persoonlijk. Ik ken Omar Djouk een beetje van het verleden, van matchen tegen hem gespeeld te hebben. Zo zijn er nog wel enkele jongens waar ik al tegen gespeeld heb. Maar persoonlijk ken ik nog niet echt iemand heel goed. Ik moet zeggen dat vandaag de eerste training dat hier toch wel een hele vriendelijke groep is. Ik ben vrij goed opgevangen. Iedereen stond direct paraat om mij te helpen als ik iets nodig had. Dus ik moet zeggen dat het heel goed is meegevallen. Onze drie versterkingen van deze winter hebben één ding gemeen. Ze zijn allemaal Belgisch, van eigen bodem. Kan dat helpen in de strijd voor promotie in tweede klas, denk je? Goh, ik denk dat het belangrijk is dat je een goede basis hebt staan. En hoe meer Belgen natuurlijk, hoe beter. Maar ik denk dat jongens vanuit andere oorden, vanuit andere landen, ook extra kwaliteit kunnen hebben. Dus op dat vlak denk ik niet dat het echt Belgisch of buitenlandse. Maar ik denk wel dat je mee aan een basis werkt waar Belgen toch wel belangrijk in zijn. Dus op dat vlak denk ik dat we de bodem versterkt hebben. Ja, kijk je er naar uit om met Dennis van Wijk samen te werken? Ja, zeker en vast. Ik heb al veel dingen over hem gehoord. Ik heb in Sint-Truiden gespeeld waar hij ook is geweest en waar enkele spelers ook veel over hem verteld hebben. Dus ik denk dat... Iemand is waar ik veel zal van bijleren.